Rico Westdorp, terug bij Dynamo. Hoe is dat zo gekomen? Ja, het was. Ja, Dynamo heeft natuurlijk altijd wel een goed gevoel achtergelaten. Met Pet kwam terug en toch wel oude bekenden zijn gebleven. En ineens was dat. Kwam het allemaal. Bij elkaar. En waar was je gebleven? Ik was gebleven thuis. Ik heb 1,5 jaar heb ik niet gevoetbald. En toen kwam Pet eigenlijk en goed gesprek mee gehad. En toch overtuigd om weer te gaan beginnen. En tot nu toe bevalt het heel erg. Zelfs als je met Michael Toeten in 11 speelt, begrijp ik. Ja, nou, dat blijft altijd mooi toch? Ja. Hoe voelt dat dan weer? Gras onder de voeten, nou ja, kunstgras zo af en toe. Goed voelt? Of merk je dan dat nog wel tegenvalt? Weer terug naar. Het was wel even wennen. Je verwacht niet dat. Het 1,5 jaar is wel lang. Want ik heb echt 1,5 jaar helemaal niks gedaan. En dat merk je wel. Dat is best wel frustrerend. Als je af en toe ballen geeft waarvan je denkt van. Jeetje, dat is niet wat je gewend bent. Je hebt 1,5 jaar feest gevierd op het strand gelegen? Met die kleine van me. Ik heb het heel druk gehad met die kleine. En ik heb daar een heleboel plezier uit gehaald. Het is ook niet dat ik het heel erg gemist had. Maar nu ik het weer doe, vind ik het toch wel weer fijn dat ik eraan begonnen ben. Terug bij Dynamo 1 zelfs. Afgelopen zaterdag winnen. Hoe kijk je daarop terug? Ik vond het echt een mooie pot. Het was keihard werken en met echt een teamprestatie. Ik vond het echt leuk om zo'n overwinning binnen te halen. Het was echt, zat een hoop in. En als je dan naar jezelf kijkt, welk niveau zit je dan voor jezelf? Zeg je van nou prima, helemaal goed? Dat heeft gewoon echt tijd nodig om conditioneel en helemaal matig natuurlijk. En voetballend gaat dat moet ook in de loop van de tijd moet dat gewoon iedere keer beter worden. En je merkt wel dat het iedere keer wat beter gaat, maar wat uiteindelijk waar je naartoe gaat, dat is niet meer wel. Nou, loop jij een tijdje mee in de voetbalwereld. Kan je dan deze ploeg van Duno een beetje inschatten van waar we staan? Nee, omdat ik eigenlijk niet het niveau van de competitie kan inschatten. Ik weet niet hoe die tegenstanders zijn. Ik vond een leuke ploeg. En op zich waren die ook wel, vond ik, sterker, stabieler dan ons. En ja, dan is het de vraag, hoe zijn die anderen tegenstanders? Ik vind op zich, we hebben best wel een getalenteerde groep. En, ik kan nog niet echt het niveau van de tegenstanders inschatten. Dus dat is van afwachten, iedere week keihard werken, maar dan kan je een end komen. Dus als ik zeg Verburg, dan weet je dat we daar zaterdag tegen spelen, maar... Nooit tegen voetbal. Meen je niet? Nee, echt niet. Ik heb geen idee. Ja, het is in het Westland. Maar ik denk Michael Toet. Dat zet er ik in. Nee, ja, ik heb geen idee. Ik wil eens gaan kijken. Je moet het met z'n allen doen. Je moet keihard werken. En weer die overwinning binnenhalen. En dan sta je weer op het veld. Zeg je dan van nou, nu pas begrijp ik wat ik 1,5 jaar heb gemist. Ik vind de strijd, vind ik gewoon heerlijk. Dat je het echt met z'n allen, dat je keihard moet... Keihard moet werken met z'n allen en het uiterste eruit haalt. En dat vind ik gewoon heerlijk. Die trainingen die voor mij, dat hoeft eigenlijk niet. Maar die wedstrijden, dat heb ik wel echt gemist. Wanneer is voor jou de eerste seizoen zelfs geslaagd? Ja, aan de ene kant hoop je toch dat je wat gaat halen. Dan heb ik het over een periode. Ja, wat ik zeg, het is heel moeilijk om in te schatten, maar dat is toch... Iets wat het extra mooi maakt. Kijk, handhaven, ja, dat is zo makkelijk eigenlijk. Het kan best moeilijk worden, maar ik bedoel, het is best wel makkelijk om dat te doen. En een periode is nog echt leuk als je dat mee kan pakken natuurlijk. En zou het horen geen spijt voor je terugkeer? Nee, zeker niet. Het voelt echt voelt goed. De ploeg, de club en de mensen. Het is allemaal heel leuk. Het bevalt echt heel goed. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Welkom terug, zeggen we dan, hè? Ja, dankjewel.